www.oranje.nl. Wilfredus van VI Oranje, onze voetbaltroef. In zijn bedje op het hoogtepunt, dan roept hij het woordje oef. Dames en heren, Wilfred Genee! Ja, ja. Mooi, hè? Schitterend. Zeg, ik heb allemaal vragen. Hoe ben je ja. weggehouden? Oh, je hebt echt vragen weer opgesteld. Oké, wat verwacht je van de wedstrijd, zie ik staan? Nee. Die staat in het midden. Dat is een persoonlijke wedstrijd. Dat gaat over de scheiding. Zeg, vanavond speelt de dikke advocaat met zijn Rusland tegen Polen. Ja, heel beladen, met name omdat de Polen eigenlijk moeten winnen. En de Polen die staan natuurlijk onder gelooflijke druk na de wedstrijd van vrijdag. Toen ze een 1-0 voorsprong weggaven tegen 10 man. En de druk is enorm toegenomen. Die werken met 4 of 5 sportpsychologen om de zaak weer een beetje op de rails te krijgen. Ja, die man, ja, onderlinge ruzie? Maar omdat die druk voor die gasten zo verschrikkelijk groot blijkt te zijn, dat er eigenlijk bijna niet tegen de voetballer valt. Voor het eigen volk moeten ze opeens alles laten zien tegen de Russen, wat toch een grote vijand, een gehate vijand is. De extra politie moet uitrukken omdat ze bang zijn dat de hooligans zowel van Polen als van... En die zijn er pittig in. Wacht en de Russen. Maar ze doen, dit is toch een gedeeld tussen Polen en Rusland... Polen en Oekraïne. Nee, Oekraïne. Oh, oké. Rusland. Maar het schijnt zo te zijn dat er ook 6000 Russische supporters door de straat gaan marcheren. Ja, en dat wekt nogal wat gevoelens met op. Met vlees op hun hand en rug. Ja, ja. Hey, maar het blijft toch een beetje... Het is wel 200 jaar terug in de tijd, dit, hè? Ja, maar dat leeft bij dit soort dingen natuurlijk heel erg. Dat zit diep geworteld. Nou, dat hebben we een aantal jaren geleden kunnen zien in Joegoslavië. Hoe dat nog steeds diep geworteld kan zitten. Dus ja. Dat zal daar ook zo zijn. Ja. Wordt die advocaat wel de held, hè? Ja, zoals je nu hoe dan ook niet. Natuurlijk, hij moet wel resultaat boeken. Hij staat er voor 6 miljoen op de loonlijst. Dus verwachten. Ja, Dick. Ja, die met reiskostenvergoeding er ook nog bij. Nee, dus, nee. En Dick levert overal bonnetjes weer in. Die zit in een hele grote suite daar. En als hij dan een kopje koffie haalt in de beneden daar in het restaurant of zo, gelijk bonnetje vragen. Nee, je lult. Ja, nee, Dick, die levert geeft geen cent uit, hè? Nee, die schijnt werkelijk. Die heeft een hond ingehuurd. Die bespaart hij door zelf in de tuin te gaan zitten huilen. Maar wat geweldig. Goed, nee, maar hij wordt een held natuurlijk. Want ik denk dat die Polen dit niet kunnen vanavond. Die staan onder zo'n gigantische druk. Ik vrees dat die Russen er gewoon overheen gaan. En dan wordt het heel pijnlijk ook natuurlijk gelijk. Ja. Dan heb je eigen EK verknald. En dan naar PSV? Ja, voor een jaartje. En dan gaat hij weer weg. En hij ook zoveel geld verdienen? Nee, hij gaat er niet zoveel verdienen. Dat is een reiskostenvergoeding qua verhouding. Ik denk dat hij daar 8-9 ton gaat verdienen. Dat is voor hem... Vervelend zeg. Ja, het is echt even slikken voor Dick was dat ook. Dus je kan niet alles meer doen volgend jaar? Nee, dat wordt even op de begroting letten. Dan. Maar het jaar daarna gaat hij weer terug waarschijnlijk naar Rusland. En dan gaat hij bij Dynamo Moskou weer gewoon 6 miljoen verdienen. Maar hij kan zijn imago natuurlijk helemaal recht trekken als hij bij PSV weer een goed voetballende ploeg neerzet, toch? Ik bedoel, en dan kan hij weer meer geld gaan vragen in Rusland. Hij kon eigenlijk ook wel overal terecht in Rusland. Maar hij wilde gewoon voor het gevoel enzovoort. Want de Russische bond wachtte te lang met het verlengen. Wat grappig is, in Rusland wordt het niet door de bond betaald, maar wordt het door geldschieters betaald te trainen. Dus ik denk dat Abramovic hem nu betaald heeft. En er was nog geen geldschieter voor het nieuwe seizoen. Dus daar moesten ze op wachten. Toen zei hij, dan ga ik naar PSV, toen zei hij. Wilfred, elke dag hoor ik de spelers van Oranje best wel geïrriteerd doen. Ja. Is dat raar? Ja. Waarom? Omdat ik vind dat op het moment dat je een dusdanig hoog verwachtingspatroon mag hebben van deze spelers die tweede zijn gewoon op het WK, dat je niet zo moet gaan reageren. Daar moet je iets relaxter mee omgaan volgens mij. Maar jullie zijn ook wel best pittig. Ga je met ze om? Ja, maar je mag het toch ook verwachten. Op het moment dat jij een hele goede DJ bent en dan mag het toch ook wat van jou verwacht worden. Dan moet je programma toch wel goed zijn. Als het tegenvalt, mogen de mensen dat toch zeggen. Mm-hmm. Zo werkt het toch. Mm-hmm. Naarmate de verwachtingen hoger worden, wordt het ook steeds belangrijker om dat te laten zien. En dat gebeurt op dit moment niet. En welke speler gaat nou het best met de radio en televisie om? Met de media? De meest relaxte van dit moment, Wesley Sneijder. Maar hij doet het gewoon toch het best. Ja, maar hij dolt ook iedereen. Dat vind ik zo leuk. Hij steekt gewoon allemaal de gek aan. We hebben een paar jaar geleden heeft Wesley mij een keer gebeld, omdat hij boos was. Ik had een column geschreven wat hard gedreigd met rechtszaken tegen iedereen die nog een keer flauw zou benaderen. Zeker Jolante. Toen belde hij en zei Wilfred, en nou ben ik het zat. En toen hebben we daar een hele tijd over zitten praten. En toen zei ik, Wesley, laat het los, man. Juist door niet zo te reageren, maar juist door een beetje op te lachen, een beetje dollen. Dat heb je ons allemaal te pakken. Dan kunnen we niks meer daar tegenin brengen. En dan ben je gewoon de baas. Dat heeft hij wel heel goed in zijn oren geknoopt, moet ik zeggen. Ja, wel goed. Ja. Maar hij heeft het er al gezegd, ik heb helemaal geen psycholoog nodig, jongen. Nee, ik ga op de bank liggen. Ik ga lekker slapen. Ja. Nee, maar ik denk dat hij het ook heel goed doet. En bovendien, iedereen zat hem uit de jouw, hè, vooraf. Ja, te dik geworden, niet in vorm. En die gast heeft de sterren van de hemel gespeeld. Ja, en hij is scherp. En hij heeft ook humor. Ik kwam een keer met mijn vrouw tegen in het...
in een hotel ergens. En toen zei mijn vrouw dat ze hem heel erg leuk vond. Toen zei hij, kan ik toch tenminste één van de familie Genee nog serieus nemen? Kijk, gelijk adres, meteen boem eroverheen, weet je wel. Dus ja, een slimme gozer ook nog. We horen geruchten dat Rick Niemann jouw plek gaat overnemen. Ik las het ook inderdaad. Ja. Ja. Moet je dat nou uit de kranten vernemen? Nee, maar ik moet het toch spelen alsof ik het niet wist. Oh. Ja. Okay. Maar is dat zo? Gaat Rick het overnemen? Ik heb begrepen dat ze nu met hem gepraat. We hebben het over de Tour de France, hè? Nee, we hebben het over de Olympische Spelen. Tour de France doe ik nog wel. Oh, oké. Okay. Ja, dus ik ben nog wel 4. Oké, dan heb ik nog nieuws voor je over de Tour de France. Die schijnt Rick te gaan doen. Dus, doet het kort. Ja, nee, maar Rick gaat zoals het nu doet de Olympische Spelen. Maar is dat een keuze voor jou geweest om het even iets rustiger aan te doen? Of is het... De family man. Nee, maar mijn vrouw is 30 augustus uitgerekend. Ik doe dit nu al 8 weken achter elkaar en... Probeer ook een beetje rust nog in te bouwen. Want jij weet als geen ander. Ja, jullie hebben 6 au pairs waarschijnlijk. Wie kijk je nu aan? Dat is radio, hè? Ruud, ja. Nee, ik heb geen 6 au pairs, hoor. Nee? Heb je alweer een vriendin eigenlijk, Niek? Ja. Ja? Gaat goed? Ja, gaat leuk. Zwanger al? Nee, dat net niet. Oké. Okay. Nou, je bent een vriendin. Ik krijg nu ondertussen al €600 van je, hè? Jezus. Maar het is wel zo dat een reden heeft gespeeld. Als ik vrijgezel was geweest, was ik onmiddellijk daar naartoe. Ook okay, dat kan dus, nog. Dus het gaat om het kindje wat eraan komt, bedoel je? Ja. Kindje komt eraan, ook een beetje rust. Met nu mijn dochter en mijn vrouw en een beetje zelf bijkomen. Zeg dat maar nog eens hardop. Het kindje komt eraan met een beetje wat? Rust, zei je dat? Beetje rust. Nee, nu nog even rust bedoel ik. Oh, je gaat Wilfred, je gaat emigreren toch, heb je gezegd? Dat las ik ook ergens. Ja. Ja. Sta je dus met zo'n gozer van de story een half uur te praten. En je zegt één keer van, ja, misschien dat ik ooit in de toekomst nog wel eens naar het buitenland wil. En boem, kop Wilfred Genee. En mensen blij, hè? Adhesiebetuigingen, wanneer gaat hij? Kan hij nu al weggaan? Waar blijft het nou, dat nieuws? Maar nee, dat was niet waar.